Hey, maar Gerard, zou jij dat kunnen? Zou jij gewoon... Ik vind het nogal, weet je wel. Dan kom je hier in dat huis voor het eerst. En dan moet je gewoon een relatie faken. Ja, goed. Het toont lef dat je dat doet. Maar ik zit in een andere positie. Ik ben 20 jaar samen. 20 jaar? En dan is het gewoon anders. Dan had ik niet echt niet gedaan. Ik ben 10 maanden samen. Ja. Nee, maar ik zit in een andere positie. Ik had het echt niet gedaan. Maar ik veroordeel je niet. Thanks. Maar ik denk wel, in jouw positie, dat ik het wel had gedaan. Absoluut. Maar weet je, ik ben 20 jaar weg. Ik bouw echt wel tussen de huizen. Wat zeg je? Ik bouw wel echt wel tussen geraden. Ik moet nu echt alles, ik moet helemaal hopen dat ik nu niet wordt genomineerd en ik moet alle vertrouwen in de stemmers. Het ja. Wordt nu echt een... Waarom zou je genomineerd worden? Deze rij was fucking populairste. Wie had dat verwacht? Niemand. Precies. Ik wel trouwens. Ik was de enige die het had verwacht en dan kun je hem navragen. Ik heb hem voorspeld. Oké. Goed. Ja, ik zit hier gelukkig nog even kijken, donderdag of nog anderhalf week minimaal. Zijn we samen genomineerd? Hey. Kareem. Net als we Kareem. De eerste keer genomineerd zouden. Kareem. Oh, kut. Sorry, is de volgende keer dat de mannen genomineerd moeten worden, zitten wij erbij. Ja, dat weet ik. Wij alle twee. Ja, wij twee. Net als wat wij verwachten de eerste keer. En Alex. Weet je, fuck it. Prima, so be it. Ik heb een, ik denk dat ik best wel veel mensen achter me heb. Hey jongens, maar nu gaan we slapen toch? Hoezo? Ik ga eerst even plassen. Ik heb trouwens niet. Karin. Jij denkt het ook, hè? We zijn allebei genomineerd, hè? Volgende keer. Ja. Ik weet zeker dat ik genomineerd word. Hij krijgt minimaal 2-3 stemmen. Ah, weet je, als ik naar huis moet, dan moet ik naar huis. Zo werkt het hier. En dan zie ik het maar ik had wel één doel, dat ik hier minimaal 2 maanden zou blijven. Dat was echt mijn... Wil Gio naar de Kamer van de Waarheid komen? Is dit nou serieus expres? Nee, waarschijnlijk is je zender misschien kapot. Nee, is niet. Echt niet? Oh, ik weet dan waarom je moet komen. Dan Laura moet straks ook komen vanwege het uitkomen van je geheim, weet je wel? I'm back. You know it. I'm bad. I'm bad. Ze heeft ook een wijntje op, hoor. Ja. Hey, Axel. Wij gaan jouw geheimje raden als je dronken bent een keer. Hij is vannacht al. Niet dus. Niet. Jij bent het broertje van Filip, hè? Het zusje, bedoel ik. Nou, ze lijkt wel op Filip. Ze is typisch Filip. Ze is typisch Filip. Ja, loop maar weer weg. Fuck. Toen ze zo zat te gaan te dansen, zag ik gewoon Filip. Ja, ik ook. En nog meer. Wat zei ze nou? Ik ga gewoon erop drukken ook. Ja, maar niet... Ja, alles lijkt hier wat het is. Kijk, wij zijn nu een stelletje. We zijn een stelletje. Kijk dan. Koekoek. Kareem, kijk dan. Koekoek. Ja, maar je hebt toch al een kussen? Ja, maar waarom ligt hij in bed? Is dat Michal? Nee, het staat tussen mijn benen. Is dat Michal? Ja, dat is Michal. Dat is onderdeel van Fenneke. Dit is Fenneke en dit is Fenneke. Twee Fennekes. Oh. Ja, sorry. Jij hebt gewoon gezwommen met je pak aan. Ja, dus? Oh. Is dat echt? Ja, ik vond het mooi. Ja, ik ook. Geef een nacht hele meubilair in het zwembad. Ja. Willen jullie met gespikt omgeven? Ja, ik gooi gewoon het hele meubilair in. Hop! Alles ingooien. Is toch lachen of niet? Oh. Ik word wel even op het matje geroepen voor die zenders. Vind je dat ook? Ja, ben je er ook op een matje geroepen? Ja, iedereen volgt mij. Afke. Doe je zender. Doe je zender, hoor. Ja, Afke heeft zijn zender helemaal niet. Weggegaan, hè, vanavond. Oh. Niet normaal. Daar, echt waar? Daar komt ze voor zich bekend om. Mensen, ja. Zag je niet bij het zwembad? Ging ze onderuit een paar keer? Nee, ik heb het niet gezien. Echt waar?
Maar Aafke heeft haar zender moeten inleveren, dus hoe zit dat? Hé. Hey. Oké, okay, jongens, doe de rol like hem omlaag. Dankjewel. Dank u, slaap lekker. Dank u voor het bier. God, ze hebben er weer wat alcohol in gegoten. Echt, de hele tent is op zijn kop, man. Trouwens, je hebt er vandaag een steentje uitgehaald, hè? Ja, eentje. Morgen wil ik hem er graag uithalen. Ja, om en om. Onderom. Ik wil hem graag om en om. Maar morgen haal ik er een grote uit, want jij hebt er een kleintje uitgehaald. Ja, morgen, nou hoezo? Morgen is misschien geen zware dag. Nou, ja, maar toch. Ik wilde gewoon een grote uithalen, want dan schiet het op. Ja? Ja? Goed, man. Want je had echt een heel klein steentje eruit gehaald. En ik wil gewoon eentje uithalen die drie keer zo groot is. Dan wordt die. Of het, wordt die ook drie keer zo klein. Ja. Voorraad, snap je? Zie. Dus Philip en Joanne zijn broer en zus. Grappig. Dan hebben we er nog maar 7. Dus die gaan zeggen. Maar die hele fucking clue hoort niet binnen. Hoezo? Op die tv stond, die hoorden we, dat zegt Laura en Vergier, die hoorden we hun. Van Hans Kazan en zo, die hoorden we hun. Net relatie, net clue. Die hoorden helemaal niet bij John. Waarom werd ze dan zo zenuwachtig op die bank? Misschien hoorde het toch bij haar ook. Ik snap er niks van. Karim. Ja? Hoe voel jij? Ik voel me als een... Ja, hoe voel ik me? Ja, hoe voel jij je? Ik voel me als een... Vind je dat een... Ja, ik voel me een beetje als een overwinnaar, maar... Ik heb er niks mee gewonnen. Ja, precies, je bent een overwinnaar. Ik ben nu mond dood namelijk. Oh. Heel netjes. Ja, ja, is er nu moet ik over doen. Nee. Ik mag zeggen wat ik wil, niemand hoort. Dan moet je gewoon niet verder gaan, gewoon lekker laten. Ik wil één bolletje zeggen. Gewoon je eigen. Heel hard. Ik heb je een nieuwe zender. Nieuwe zender. Heb ik een nieuwe zender? Ik durf het niet door te zetten. Dankjewel. Maar het nieuwe? Durf het niet door te zetten, oké. Durf het niet door te zetten, ik heb het toen niet doorgezet. Het is dezelfde zender. Toen... Maar had je toen een clue of is het gewoon een dagje? Nee, ik zag het. Ik zag gewoon aan hoe zij op elkaar reageerden dat er iets was wat niet klopte aan hun. Ze waren niet op hun plek samen. Wat? Niet? Niet op hun plek samen. Ze voelden niet oké. Okay. En ja, dat is een gevoel. Ik kan er niet... Nee, snap ik. Ik kan er niet uitleggen. Ja. Dat is nooit weggegaan. En toen zijn we met die clue bezig geweest. Maar heel veel kwam ik met Monique, met die clue bezig. Uiteindelijk, de laatste dagen, dan vond ik het toch, het was te strange gewoon. Alles wat gebeurde, weet je wel. De clues, de ketchup. De ketchup, ja. Ja, wie heeft die ketchup gedaan? Dat is een clue geweest. Echt waar? Ja, serieus. Ja, en toen uiteindelijk, toen gisteren kwamen, waren jullie hier om aan het praten, kwam ik binnen. En toen zei iedereen van, wat is jouw theorie over Guido en Laura? Bam. Hoezo? Ja. Maar dat is wat ik dacht. En vandaag zat ik te denken. En toen dacht ik. Hoe moet Joanne, ik. Want ik zei nog. Ik kan wel eens de clue die ik met Monique heb niet koppelen aan de theorie. Ja. En vandaag zat ik te denken. Ik denk. Als ik de theorie heb. Hoe moet ik dan het horloge koppelen aan de theorie? Ja. En toen ineens wist ik het. Tijd. 1, 2, 3. 3 maanden. Joanne, doe je zin goed. Ja, is hem gewoon. Het is gewoon een nep horloge. Dus nep. 3 maanden tijd. Ja. Ja, ja. Dus toen ging ik naar Monique toe. Ik zeg, Monique, je moet drukken, want het leefde al dat er iets niet klopte. Ik zeg, je moet nu drukken. Wat goed! Je moet nu drukken. Ja. Maar dat ging heel goed. Dan moet ik hem even voor... Nou, wat heeft ze gedaan? Gelukkig. Nee. Mijn maatje. Ik goed van je, ja, dat vind ik echt. Je bent een master, jongen. Ja. Je bent echt een master. Cool. Je bent echt een master. Heel cool. Yes. Wauw. Wow. Nee, maar hij is echt de onbezoldigde master. Ja, heel vet. Huh?
Onbezoldigde master. Onbezoldigde? Onbezoldigd. Niet betaald. Ja, maar dat hoeft toch ook niet? Nee. Je hoeft ook niet betaald te worden. Nee. Nee. Monique wordt toch betaald? Ja. Die wordt wel op een andere manier. Niet op die manier, maar gewoon... Nee, zo bedoel ik niet. Nee, je wordt betaald in... Nee, ja, ik snap het al. Het is goed. Hoef je niet uit te leggen. Het gaat erom... Kooi, oké. Maar weet je, ik heb weer een dag niet gerookt. Heel goed. En zo word ik betaald. Twee geheimpjes in één klap. Ja. Twee geheimpjes in één klap. Mijn geheimpje is nog niet geraden. Gelukkig maar. Dat houden we zo. Wat is jouw geheimpje? Als jouw geheim als laatst wordt geraden. Maar ik wil niet dat mijn geheimpje wordt geraden. Echt niet. Waarom? Het hele huis niet. Hoe slaap jij een boefje? Waarom denk je dat? Ik weet niet. Ik vind jou gewoon een boefje. Jij bent een boefje. Ik denk dat Fenneke jou ook een boefje vindt. Ik ga lekker slapen. Ik ga een beetje slapen, oké? Okay? Ja. Wel Tristan. To the bomb, to the bomb. Ik heb wel kikken dat ik nou nog krijg zo. Ja, dat geloof ik. Wel te ruften, Axel. Wel te ruften, man. Gelijk. Zit de goeie wel te rusten. Sure. Gelijk Joanna. Doe je zin. Ja, ga ervoor dan, ga ervoor. Even rustig, man. Ga ervoor, waarvoor? Ja, voor Laura. Ik denk even rustig, even dingen verwerken. Zijn ze dat? Ja, vanavond gelijk. Ga ervoor. Nee! Ze is echt een love doctor, hè? Ja, ze is echt een... Hoe zeg je dat? Wil je er ook voor gaan, dan? Ik moet even dingen op een rijtje zetten. Ik wil het spel gewoon ook spelen. Denk je dat ze je leuk vindt? Nou, ik vind haar wel leuk, ja. Maar ik ga niet nog een keer onder bed. Wie vind je leuk? Hoe zeg je nog Tom Beck? Ze vindt Laura namelijk heel erg leuk, hij. Wie, Axel, vind je Laura leuk? Ja. Ha, ja. Ah, tof man. Maar dat vond ik vanaf het begin al. Ja, daarom. Dus je vindt het niet nog een keer leuk, je vindt het nog steeds leuk. Eigenlijk wel, maar ik had afgesloten en ja. Wil Alex naar de kamer van de wagen? Nee, Alex, je moet blijven. Alex heeft ook een goed luck. Je moet blijven. Zo gaan die dingen. Je mag niet. Ja, je moet gaan, jongen. That's how the cookie crumbles. Ha, trek even een shirtje aan of zo. Nee, dat is echt niet normaal dit. Nee, Axel, ga je echt niet op tv? Nee, dat kan niet. Trek even een shirtje aan. Jezus, wat ze kunt niet op tv, man. 500.000 man. Ja, nou, ik denk die zal er 500.000 nou kijken hoor. Zal ik gewoon jouw petje weer even op doen? Ja, joh, doe maar. Ja. This is how we do it. Axel's how we do it. Ja, maar ik ga echt met een blote bas. Nee, je moet wat aantrekken. Trek aan. Nee, je mag niet in een blote bas. Mag niet. Nee, je mag niet in een blote bas. Nee. En dat mag niet. Dat was in het begin mocht dat, maar nu mag het niet meer. Daar hebben we een bericht over gekregen. Ik doe even een shirtje. Ja. Hé, die heb je nog nooit aangehad. Dit is van, hoe heet je gozer? Klopt dat? Dat je die nog nooit hebt aangehad? Wat? Deel van Waal. Hij is mooi. Ik ben Waal. En wat is jouw favoriet standje? Zwart aan neus. Nee. Nee. Nou, ik vind wel een favoriet. Gewoon neutraal hoor. Ik vind het wel een van mijn favoriete standjes, ik zeg. Zwart aan neus. Heb je mooi uitzicht? Nee, gewoon missionair. Ja, missionair. Hey, maar heb je echt prachtig uitzicht op alles? Vind je dat ook niet? Ja, ik vind dat wel lekker. Ben je getrouwd, Karin? Wat wil je daarvan weten? Of de waarheid. Kun je geheim bewaren? Ja. Ja, dus. Ik zeg tegen niemand. Sharon, doe je zender goed. Sharon, doe je zender goed. Waarom zijn we alleen? Waar is de rest? Geen idee, interesseert me ook niet. Zullen we even gaan kijken bij de meiden? Nee hoor, gebeurt helemaal. Jij denkt dat dat van alles gebeurt. Ik vloer zo, weet ik wat. Er gebeurt helemaal geen fucking niks. Jij bent getrouwd, maar.